moeder kwam ook uit een warm nest. En toen ik geboren werd, was ze alleen, want ze was alleenstaande moeder. Maar ja, mijn vader was niet zo aardig. Ik was er bijna twee dat hij met mijn moeder trouwde dus. En ja, dan weet ik dus niet beter. Of ik was ook zijn kind natuurlijk, hè. Vanaf mijn zevende jaar ben ik voor het eerst uit huis gegaan. Naar een kolonie heette dat vroeger. En ook bij nonnen, altijd bij de nonnen. Daar heb ik 6 weken gezeten. 2 jaar ben ik gewoon thuis geweest. Dat weet ik wel, tot een jaar of 9. Ja, toen begon de grootste ellende eigenlijk. Toen was hij een keer dronken en mijn moeder was weg. Het ging niet zo goed ook met ze. En wij lagen achter op bed in de achterkamer. En toen lag ik met mijn zus zeg maar een beetje te grinniken en te doen en te praten. Dat doe je als je nog niet slaapt. En toen is hij boos geworden en is hij bovenop me gesprongen. Hij heeft getracht me te wurgen. En dus ja, dat was een schok. Kort daarop werd mijn koffertje gepakt en mijn nummer erin genaaid en werd ik weggestouwd. Vanaf dat moment begon er eigenlijk een depressie te ontstaan, omdat je was niet gewenst. En dat hij dat gedaan heeft is omdat hij mijn vader niet was natuurlijk. Hij zat bij de marine, en soms was hij dan thuis. En dan meestal moest ik dan, als hij thuis was, ging ik weer weg. En als hij weer wegging, was ik weer thuis. Want ik heb in verschillende opvangen en tehuizen gezeten. En toen ik 14 was, is mijn vader teruggekomen naar huis weer van de vaart. In die tijd had mijn tante, die woonde in Breda, had een wasserij. En daarachter had ze een winkeltje, een speelgoedwinkeltje en een stomerij. Die zal zich daar wel ingemengd hebben van, ja, laat mij ze dan meenemen. Dus ik ben met toestemming van ouders, uit het huis van mijn ouders, mee met mijn tante gegaan naar die dag. Na de visite, mee naar Breda. Dus, en daarna ben ik gewoon bij mijn tante gebleven. Totdat de politie kwam, dus zeg maar. En voordat ik het wist, toen kon ik mijn spullen pakken en dan moest ik mee. Toen moest ik weer mee met Wouter naar Tilburg. En van daaruit moest ik even wachten. En ja, ik huilde natuurlijk, want ik denk, wat gebeurt me nou toch allemaal? Ik had niks gedaan. En toen zei hij, ja, je mag niet weg moeten lopen zo. Ik had echt zoiets van, dat ben ik niet. Maar dat geloofden ze gewoon niet. Geloofden ze echt niet. Ze hebben me nooit geloofd. Daar zo. Ik dacht, nou, dan werd je daar opgesloten in een kamer zo groot als dit, denk ik. Nou, toen na 3 dagen werd ik weer uit mijn celletje gehaald. En toen moest ik weer mee in de boevenwagen. En zo werd ik afgeleverd in Velp. Dat vond ik het raarste. Waarom moest ik met de boevenwagen daar naartoe gebracht worden? Want ze had mij ook even met de auto kunnen brengen. Want je krijgt een stempel mee. En dan werd ik bij de nonnen afgeleverd. Ja, en die waren ook niet prettig. Ik werd door moeder overste, werd je dus zeg maar naar binnen gehaald. En ik ging met haar door een hele lange gang. Dat was een ruime kamer waar alleen maar kleren hingen, zeg maar. Nou, daar kreeg ik een trui en een rok tot over de knieën. En kniekous aan en panties aan. En een paar bruine lompe schoenen kreeg ik aan. Maar ik was helemaal niet gelukkig. Nee, want ik vond dat verschrikkelijk. Het was gewoon een gevangenis. Je had geen ruimte om naar buiten te gaan alleen. Dat kon niet. Want als we naar buiten moesten, dan moest er een non mee met de sleutel. Die had een groot sleutelbos. Nee, daar heb ik echt 2,5 jaar binnen gezeten. En we mochten niet praten meer. Na 9 uur en dan 6 uur weer opstaan. Wassen je gezicht, wassen, tanden poetsen, aankleden. En dan was het in de rij ook stil, want je mocht niet praten. Het was echt heel lang stilte. Nou, dan ging je ontbijten. Een half uurtje misschien, 3 kwartier hooguit. En dan ging je naar de strijkkamer, ik dan in dit geval. En je had de mangelkamer, de wasserij beneden. Daar werden onze kleren gewassen ook natuurlijk. En van de nonnen, maar dat was zwaar werk. Nou, daar stond je dan tot middaguur, zeg maar, 12 uur even. Van 8 tot 12. En dan kreeg je tussendoor wel een bakje koffie, maar je mocht niet even gaan zitten, nee. Nee, gewoon doorstrijken. En je had ook geen kans om met elkaar te praten. Want je moest maar doorwerken. Ik weet zeker dat we kleding vanuit de villawijk Velp, dat hun die wasten en die wij gestreken hebben. Ik heb heel wat smoking overhemden gestreken. Nou, die zullen echt niet van de pastoor geweest zijn, denk ik. En dat lijkt me stug dat ze dat voor niks gedaan hebben. 9:15 was dan de afsluiting van de dag. En dan was 9 uur, stil, naar boven, stil, niks. Je eigen rustig wassen. En dan moest je eigen wassen, helemaal van onder tot boven. Aan de koude wasbak, zeg maar, met koud water, stromend water. Ik vergeet nooit, had je lichte handdoek voor boven je lijf, voor boven de gordel. En de donkere voor de onderkant. En dan kwamen ze af en toe even het gordijn open scheuren. Zo van even kijken of je wat aan het wassen was. Nou, schaamde me erg rot. Want ja, je bent in ontwikkeling, je bent 14 jaar. Dus ja, dat vond je niet echt prettig natuurlijk. Wij moesten opstaan als een non en gaan slapen als een non.
eten als een non en leven als een non. Want hun gedachtegoed moest ook onze gedachtegoed zijn. Werken en niet zeuren en niet klagen. Dat was, mocht niet. Ja, dat had ik de eerste jaren al gelijk afgeleerd, klagen. De eerste kerst daar zo, ik had heimwee. Ik wou naar mijn moeder, naar mijn broertje, mijn zusjes. Ja, mijn vader niet zozeer, maar ja, ik was niet thuis. Dus ik zat verstikkend te huilen een beetje zo, want ik kreeg geen hap door mijn keel. Kwam er een non naar me toe en die greep me zo bij mijn nek zo van achteren. Hoe durfde ik te huilen? Waarom? Je hebt geen reden om te huilen. Je hebt het goed, je hebt eten, kijk eens wat er voor je staat. En op dat moment stopte ik ook met huilen en klap je dicht, zeg maar. Dus emoties waren eigenlijk ook niet, het was niet toegestaan eigenlijk. Ik had niet geleerd om voor mezelf op te komen of er tegenin te gaan. Altijd bang, ik was gewoon altijd bang. Bang dat die voor gevolgen, zeg maar. Ik ben eigenlijk, zonder te kunnen zwemmen, eigenlijk in de zee gegooid. En dan zie je maar hoe je aan wal komt. En maar peddelen, maar ja, dan kan je ook verzuipen. En dan ben ik ook emotioneel, ben ik op een gegeven moment ook eigenlijk verzopen een beetje. In die zin ben jij gewoon kwijtgeraakt. Ja. Nou, heel erg moeilijk. Depressies, burn-outs, psychoses heb ik gehad. Het is altijd een taboe geweest, ook binnen mijn familie. Als ik daarover praatte, over mijn moeder, want ik kon alleen nog maar huilen over hoe dat is gegaan. Maar ook het verlies, zeg maar, en het erkennen van, Je denkt dat je familie had, maar je had niks. Ja, dat hoopte je wel, maar je had het niet. Het is altijd een schone schijn geweest, zei ik altijd.